Dan wordt, je snapt maar hoe wat voor nust ik kom. Ik heb dat wel nog bedanken. Ik heb net door de jury. Hou mag bedanken. Nee, waarom mag ze bedanken? En hou. 3 punten. Zondagmiddag catechisme spreken. Zelf keur op. Maar ik wil in elk geval mijn moeder bedanken. Ten eerste dat ze mijn grannas leren heeft. En ten tweede dat ze mij dan voorschelde heeft, maar het heeft niet geholpen. Het heeft wel geholpen, maar dat was ook de rest van de levenservaring dat ik nou wel eens uit je aan het denken was. Het klinkt een beetje als een wies zo, want die man is wel voorbereid, die dacht zeker dat de winnen zo. Ja, ik ben een beetje als een wies. Niks aan het. Maar ja, ik heb toch weer niet zo voorbereid dat ik nou hier echt rustig stond. Wel, mijn moeder heeft zeg, tweede. Mijn moeder heeft mijn grannas proten leren. Nou, juffrouw Lutjeboer, juf Gerda zon ze nou zeggen. Die heeft niet lezen en schrijven geleerd. Toen nam huidige serie tientallen mensen in het onderwijs die mij van alles en nog wat leerden. De leerste was gotisch, ook wel heel nuttig. Dat een beetje gotisch kennen. Dan, ik noem op een papiertje kijken. Honderden, doe ik wel zeggen, schrijvers in een stuk of 5 tonen. Ik ben niet zo sterk als Erik, maar ik word ook een beetje. Mijn stoel Nederlands. Waar ik ook een hele berg aan had bij mij geschreven. Dan duizenden mensen. Zeg de eerste, waar dan weet, 55 jaar terug meer. En van elk heb ik wel een beetje geleerd. En van elk heb ik wel een beetje gedacht van, kijk, dat kan wel in mijn verhoofd. En tenslotte natuurlijk de mens, mijn vrouw. Door heb ik verreweg het mooiste van leerd op allerlei terreinen. En voor de verhoren, is oorschijn verhoren voor een vrouw heen komt, of er zit iets van haar in. Lijkt dat ik de illusie heb dat ik haar nou goed tijden in mijn verhoren. Dat is veel te mooi voor dat lukt gewoon mensen nooit. Maar er is altijd wat van haar bij. Dan nu van tijdschriften Krudde en Tol en Tijden. Dat ik begon, die kleuren, vond ik door een plek om mijn verhaaltjes ook eens gepubliceerd te krijgen. Toen een tijdenmol en tenslotte Jan Groenbroek en Stichting Grenzen van Paul. Dat ik voorstelde om hier een gunstigersbouw van te maken, vond ik ook weer hier een enthousiast onthaal. En zo is het geluk dat de bouw erin kreeg. Ja, en dan, Lui van het Dagblad van het Noorden en de jury. Die mag ik ook bedanken. Dat is natuurlijk niet niks wat hij op deze manier doet. En dat vind ik ook wel belangrijk. Want ja, ik ben nou echt bezig met van hou mooie mensen bedanken. En dat is stoer. En dat nog wel vandoor. Wat je met die hebben, maar het is vandoor. Nationale Complimentendag. Terwijl op tien dat hij erbij kwam. Maar eerlijk is eerlijk, voor een grunniger is een compliment mogelijk. Kennelijk stoer. Maar als het nationaal is en luid grunniger Complimentendag, dan is het kennelijk zo dat alle Nederlanders door meurten niet hebben. Nou, maar ik wil net toch het grunniger horen. Ik heb Jorden Leen. Ook een begunstigersbouwkring duurt van gehoor de eerste grunniger. Je snapt het al, grunniger is altijd nummer 1, zo begint verhoor ook. Nooit Adam en Eva, maar Lux was de eerste die mocht worden. Hij heeft van alles van de schepper kring. Van alles. Mooi staal voor vee. Mooi stuk granen aan. Een vrouw vraagt de schepper om goud, zei Lux. Maar geen strinde, als je het zo hoort is. Geen strinde, nee. Die Lux in Tolk hoorde ook geen strinde, maar een fikswicht met zware banden die solid op de ploegen stonden. Granlaans. Koin. Een vrouw. Lux was eerlijk blieder. Hij kreeg een kleur van. En daar vond hij ook de woorden
om zijn schepper te loven. Yvonne, bedankt.